Dat is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Mevrouw die kwam herhaaldelijk, belt ze aan en ze klopt ze inderdaad op de ramen. Ik ga toch niet bij iemand van 90 achterop de ramen? Wel, nee, dochter was goed. Ja, ik was erbij. Jij lag bij mevrouw in bed. Mevrouw was heel agressief naar mij toe, ja. Och, nou weer. U zegt, de buurvrouw terroriseert mij. Oh. Alleen maar omdat mevrouw haar tv niet zachter wil zetten, gooit ze mijn leven overhoop. Wij denken dat het tussen de oren zit, ja, dat kan dat gewoon. Ja. Het is dat ik mijn armen over elkaar heb, wat anders. Ik ben onderweg naar Soesterberg. Daar is Marlene zo'n anderhalf jaar geleden samen met haar hond Sofietje en haar poes Peewee neergestreken om lekker te genieten van de rust en de mooie bosrijke omgeving. Maar helaas, van dat genieten is tot nu toe bitter weinig terechtgekomen, want vanaf dag 1 al wordt de rust bruut verstoord door haar buurvrouw. Die heeft namelijk de gewoonte om haar televisie op standje loeihard te zetten. En alsof dat nog niet erg genoeg is, dat getetter gaat dus tot diep in de nacht door. Het is niet leefbaar zo. Nee, het is niet leefbaar. Nee. Ik zit echt in mijn bedje, lig ik te bidden of ze alsjeblieft die tv uit wil zetten. De buurvrouw in kwestie, mevrouw Hooft, vanwege haar hoge leeftijd vandaag bijgestaan door haar dochter Liz, geeft toe dat ze graag kijkt naar een goede talkshow. Maar no way dat die te horen zou zijn tot in het appartement van haar buurvrouw Marlene. Op haar beurt wordt mevrouw Hooft helemaal stoktoof van al dat geklaag van de buurvrouw. De buurvrouw blijft me lastigvallen. Altijd maar weer en weer. En altijd over de televisie dat hij te hard staat. En doodse ziek vallen. Inmiddels zouden de buurtjes niets liever willen dan elkaar eens even flink de oren wassen. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser naar Soesterberg afreist en aan dit hoorspel een einde maakt. De tv is eigenlijk het enige nog waar ik echt heel blij mee ben. En dat ik ook veel praatprogramma's kijk, interessante programma's voor mij. Als gauw mevrouw wakker is geworden, zich aan heeft gekleed, misschien wat gegeten, gaat de tv aan. En dan ook de natuurfilm en zo, daar hou ik ook van. Hart van Nederland en Pauw en Jinek en Journaal en Later Journaal en Vroeger Journaal en alle herhalingen. Elke dag hebben we tv, ja. En dan vanaf 's middags tot 's avonds. Dus het is echt afhankelijk. We kijken altijd naar meeste vis. Ja. Vanwege het lawaai van de tv van de buurvrouw die ze daar achter die muur keihard aan heeft 's nachts, ben ik hier naartoe verhuisd met mijn slaapkamer. En dan ga ik hier proberen te liggen slapen. En dan lig je gewoon nog tot 2 uur wakker, want je kunt hier ook niet slapen. Zo hard staat hij. Andere buren boven me, naast me, die horen dat geluid helemaal niet. En ik kan ook niet meer genieten van de tv, omdat iedere keer verwacht ik de buurvrouw. Soms word ik gewoon zo radeloos dat ik dan maar het huis uitga. Mijn hond meeneem, mijn kat achterlaat met genoeg eten en drinken. En dan een afspraak heb met vrienden in Amersfoort om daar te gaan slapen, want dat is hier geen doel meer. Zo, daar zijn we dan, in het gezellige centrum van Soesterberg. Nou ja, zo gezellig is het hier niet, want ze vechten elkaar dus de tent uit vanwege het volume van de televisie. Eens even kijken waar we zijn. Hier beneden, op nummer 3, daar woont Marlene. En daarnaast, bij de Rode Luifel, daar woont dus mevrouw Hooft, die heel veel en heel hard naar de televisie zou kijken. Nou goed, op dit moment is het nog redelijk rustig. Misschien is er even niks leuks op, dat kan natuurlijk. Ik ga beginnen met een kopje koffie bij Marlene. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. We zitten lekker te genieten van een boekje in de tuin. Ja, dat kun je zeggen. Mag ik binnenkomen? Wees welkom. Hé, hallo. Is dit goed volk? Dat is Sofietje. Och, je hebt 3 pootjes. Hallo, schat. Hi. Hallo. Hallo. Oh. Victor. Goedemorgen, Marlene Kulsen. Lekker plekje, zo midden in het centrum, dat maar toch ook landelijk. Ja. Nu zit je lekker met je boekje, hier buiten. Jazeker. Maar dat is ook wel eens anders, hè? Dat qua is rust. Heel vaak heel anders, ja. Zullen we daar gelijk even naartoe gaan? Ja. Om daar eens te gaan zitten en verder te kletsen? Is prima. Loop ik achter u aan. Nou, kom binnen. Dank u wel. Leuke plek.
Ja, dat is een fijne woning inderdaad. Lekker ruim. Zullen we hier even gaan zitten? Ja, dat is prima. Want, hi, Sophie. Vertelt u eens even, waar heeft u zo'n last van? Ik heb last van de tv die veel te hard staat... gedurende een groot gedeelte van de dag, avond en nacht van de buurvrouw. Ook 's nachts? Ook 's nachts, jazeker. Dus door die muur hoort u dan alle programma's heen? Ja, ik kan het nog net niet letterlijk verstaan... maar ik weet wel dat mevrouw Hart van Nederland, Reportage... de Rijdende Rechter en Meester Visser... en Nieuwsuur, Jinek... mevrouw is wel heel betrokken bij het nieuws en ja, bij deze tijd. Ik wil weten wat er in de wereld gebeurt, ja. Ja, maar het hoeft niet op standje 68. Nee, 98. Nee. Oh, zo erg? Zelfs, ja, hij stond op 98. Denkt u dat of weet u dat? Nee, dat weet ik, want dat zie je geregeld. Mevrouw zit structureel ook 's nachts met haar gordijnen open. En dan kijkt u door het raam? Ja, iedereen kijkt door het raam. En wat ziet u dan? Dan zie ik dat mevrouw tv zit te kijken of ze zit te slapen achter een wijntje. En als de afstandsbediening aanging, dan zag ik dat die blokken... dat zijn een vrij grote tv, dan kan je voor het raam zien... dat die van 98 met allemaal van die streken... Dus die moest heel en terug? Helemaal terug. Hupsakee, ja. Wanneer dacht u voor het eerst... nou, dat is gek, ik hoor een hele harde televisie. Dat was de dag dat ik aan het verhuizen was. Toen al? Ja. Echt vanaf het begin? Ja, ja. Hoe is het vanaf dat moment verder gegaan? Want ik kan me ook voorstellen dat u op een gegeven moment... wel een beetje flauw werd van het lawaai. Ja, dat kun je rustig stellen. Je wordt er op een gegeven moment ook boos over. Nou, ik vind het wel prettig om zo nu en dan eens lekker een boek te kunnen lezen. Of de krant te kunnen lezen. En door de harde tv van mevrouw kun je niet concentreren op wat hier staat. Want dan hoor je pauw er doorheen kwekken. Ja, het is te zot voor woorden wat er daar gebeurt. Dan ga ik maar bij haar aanbellen. Nou, bijna een jaar is het structureel dat ik geregeld aan moet bellen. En mevrouw vragen of ze haar tv zachter wil zetten. En gedurende de vierde keer, vijfde keer dat ik dat deed... bukte ze zich en riep ze door de briefbus... wegwezen, dan ga je de politie maar bellen. Ik zet hem lekker toch niet zachter. Oké, dan deed ze niet eens meer de deur open. Nee. Maar dan communiceerde ze via de brievenbus. Of vanaf de bank. Dan zat ze zo en dan keek ze me aan zo, omdat ik dan voor het raam ging staan. En dan deed ik, kan die alsjeblieft wat zachter zo. En dan keek ze me zo aan en dan was het wegwezen jij. Oh, dan werd u gewoon weggestuurd? Ja. Nadat ik nog een aantal keren bij mevrouw had aangebeld, 2 of 3 keer geloof ik... mengde de familie, die ook in ditzelfde blok woont, zich erin... en sommeerde mij om niet meer bij mevrouw aan te bellen. Zij kwamen naar u toe? Min of meer op straat werd ik aangesproken door haar schoonzoon. Dat ik moest niet meer lastig zijn, want niemand had er last van ooit gehad. Er was nooit een melding geweest. Waarop ik dan zei, nou, misschien waren toen haar oren nog wat beter. Maar dat klinkt alsof de familie dus echt wel boos op u was. Ja, behoorlijk, ja. Ja. Nou, dan wordt er gebeld en dan doe ik de deur open en dan staan er 2 dames... heel heftig mij te bedreigen en van het is maar goed dat ik mijn armen over elkaar heb. Waarop ik zeg, ik zou graag willen dat je nu mijn tuin verlaat. En ze blijven gewoon staan, dreigen en schreeuwen. Uiteindelijk heeft mijn visite mij terug de hal in getrokken en de deur dicht gedaan. Wat heeft de hele situatie voor invloed op uw leven? Het heeft een dusdanige invloed dat het mijn gezondheid schaadt. Ik heb epilepsie. Daar ben ik een paar jaar van verlost geweest. Met dat ik hier kon wonen, de eerste 3/4 week... had ik al de eerste toevallen weer te pakken. Ja, door slaapgebrek. Toen stak het de kop weer op. Ja, toen stak het de kop weer op. Ja, dus epilepsie kwam terug. Ja. En een heleboel stress. Plus mijn vrijwilligerswerk werd onmogelijk... omdat ze me daar niet konden gebruiken, omdat ik... U functioneerde eigenlijk gewoon niet meer. In 6 weken 3 keer af moest bellen. Ja. Ja. U vertelt het allemaal heel goed en heel rustig. Ja. En een beetje afstandelijk bijna, alsof het over een ander gaat. Ja, ja. Maar het gaat over u. Ja, dat weet ik. En je hoort er inderdaad... mensen zitten zo in je persoonlijke levensfeer te dreigen en te intimideren. En ik kan al helemaal niet zo goed overweg met... zeker niet als met agressieve mensen die je amper kent zelfs, maar... Nee, dit is uw veilige plekje. Precies, dat hier dacht ik je toch. Hier zou je helemaal slang moeten voelen. Ja, ja. En het is heel verdrietig dat dat op dit moment niet het geval is. Ja, precies, dat klopt, ja.
We gaan vandaag proberen om aan deze stressvolle situatie een einde te maken. Dat hoop ik, ja. Meester Visser komt de zaak grondig onderzoeken. Wat is uw eis voor hem? Mijn eis is dat ik normaal in mijn huis kan leven zonder de harde tv van, mevrouw Hooft. En ik wens niet meer bedreigd te worden en geïntimideerd te worden door haar hele familie onderhand. Het is duidelijk. Ja. Ik kom u straks halen als meester Visser onderweg is. Ja. Tot zo. Ja, tot zo. Nou, hele heftige toestand. Marlene heeft eigenlijk geen rust meer in haar eigen huis. Krijgt daar zelfs epileptische aanvallen van. En met de buurvrouw zou absoluut niet te praten zijn. Ik ga toch een poging doen. Op naar mevrouw Hooft. Nou, we kunnen dus eigenlijk wel zeggen dat de buurvrouw het volume van de televisie heeft aangepast op haar leeftijd. 90 plus. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Ik ben Liz. Victor. En u bent... De dochter van mevrouw Hooft. De dochter van mevrouw. Dan zit ik goed. Ja, oké. Mag ik binnenkomen? Ja, graag. Dank u wel. Ik heb inmiddels ruim 3 uur aan tafel gezeten met de broer van Malek. Kom maar verder. Dank u wel. Hier is mijn moeder. Goedemiddag. Dag, mevrouw. Goedemiddag, meneer. Wat leuk u te ontmoeten. Ja. Victor. Ja, aangenaam. Ja, we hebben één ding gemeen. Ja, wat dan? We zijn allebei gek op televisie. Ja, dat is wel. Ja. Zullen we Jeroen voor nu ietsje zachter zetten? Ja, dat is goed. Ja. Dan praat hij er de hele tijd zo doorheen. Ja, dat is lastig. Rust. Hoe is het met u? Ja, redelijk hoor. Naar omstandigheden goed. Naar omstandigheden goed, ja. Nou, op uw leeftijd toch wel heel bijzonder dat u hier nog zelfstandig woont. Ja, dat is heel fijn, ja. Tenminste, dat was heel fijn. Maar nu met de buurvrouw, met de tv, dat ze daar zo last van heeft. Over het zogenaamde boom. Als ik naar de televisie kijk, zit ik de hele tijd en denk ik misschien bespottelijk. Oh, de buurvrouw. Oh, die is mijn buurvrouw. Oh, ja, nou had hij wel een beetje hard. Heb ik hem wel laag genoeg staan? En dan moet ik heel veel knopjes opzoeken met mijn vingers. Want ik zie die knopjes niet. Luther's moeder, Margarethe, kwam uit Eisenach en stuurt haar zoon op zijn 15e hiernaar. Kijk, dat doe ik dan ook, weet je, dan doe ik de verkeerde. Want hoe belangrijk is de televisie voor u? Ja, heel belangrijk, want ik heb 5% zicht. En dus ik kan niet meer lezen, kan niet meer puzzelen. Al die dingen, dat is voor mij uitgesloten. Dus uw wereldje wordt eigenlijk steeds kleiner? Mijn wereldje is steeds kleiner, dus ik moet al het nieuws of zo van de tv hebben. En kunt u de televisie wel goed zien? Nee, dan heb ik dan zo'n speciaal brilletje. Dit hier? Ja, dat brilletje. Oké. Ja. En zo kijkt u dan TV. Naar Jeroen Pauw en naar mij? Ja, en nu. Ja. Maar de televisie, kunnen we dus concluderen, is gewoon heel belangrijk in uw leven. Ja, dat is maar op het ogenblik het enige. Maar buiten mijn kinderen natuurlijk, maar die zijn er ook niet de hele dag. Ja. Wat ik nog heb voor vermaak eigenlijk. Dan begint het echt. Is dit ongeveer... Hoe hard u hem normaal ook heeft staan? Nou, dan zal ik u eerlijk zeggen, ik hem heel hoog heb staan, heb ik hem op 45. Maar dat gebeurt zelden. Het ligt aan het programma. Volgens de buurvrouw heeft u hem regelmatig op 98. Ja, dat is helemaal niet waar. Op uw blauwe ogen, vertrouw u? Ja, als ik 45 heb, dan vind ik het zelf zo. Denk, oh, dan gaat denkt het u zelf aan. Al, ja. Oeh, piep ik heb in de oren. Ook, ik heb ook van die... Eerst al, weet je, heb ik van die dingen in. Ik zie het, u heeft gehoorapparaat. Ja, die heb ik speciaal gekocht voor haar. En hoe lang heeft u ze al? Meer dan een jaar, ja. Langer dan een jaar. En de buurvrouw woont hier nu zo'n 1,5 jaar? Ja. Mama woont hier al zoveel jaar. En ze heeft nog nooit een klacht gehad van iemand. En sinds die buurvrouw er woont, woont ze hier niet eens meer prettig. Want ze is heel erg bang. Kunt u mij vertellen waarom u bang bent geworden voor de buurvrouw? Wat is er gebeurd wat u zo vervelend vindt? Ja, nou, toen eerst al dat ze daar zo heeft... s'avonds laat zo hard op die slaapkamer aan bonkte. Oké. Ik was niet zo erg lekker. Ik denk, nou, ik ga bed maar even Pauw kijken. En dan komt die mevrouw ineens langs aan de achterkant. Bonken, dat is schrok me gewoon helemaal te pletten. Zo hard. En daar ben ik zo geweldig van geschrokken, dat na die tijd heb ik nooit meer naar die tv gehad. U durft hem helemaal niet meer aan te zetten? Nee,
In mijn eigen huis voel ik me niet meer, ik voel me niet meer lekker aan het zelf vertellen. Als ik er niet zo tegenop zag, dan zou ik gaan verhuizen. Och, mevrouw. Ja, echt waar. Ja, dat kan toch niet? Ja, nee. Het is heel erg irritant. Want ik heb helemaal geen plezier meer zo in de dag. Nee. Omdat ik steeds bang ben dat de buurvrouw in de hoek komt. Maar de buurvrouw lijkt op het eerste oog een hele rustige, aardige dame. Ja, echt waar. Vind ik wel. Ik ken haar natuurlijk niet. Nee. Ze komt ook heel beschaafd over. Zo. Ja, dat is waar. Ja. Maar... Daarom is juist, vinden wij dat zij een beetje... Ja, dat klinkt hard, maar gespleten persoonlijkheid. Omdat ze de ene keer doet ze heel lief en aardig. En even later dan staat ze weer te bellen. En dat vindt u moeilijk om daarmee om te gaan? Dat vind ik heel moeilijk om daarmee om. Vandaar dat ik ook niet meer open doe als ze aanbelt. Oké. Ik me dood. Denk, oh, godverdorie, dat is de buurvrouw weer. Ik hoop niet dat ze vindt dat ik haar lastig val. Het enige wat ik wil is dat ze de tv zachter zetten, dat ik slapen kan. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Je moet me zachter zetten. Dat is nog nooit gebeurd. Hopelijk gebeurt het. En hoe voelt u zich als u daar voor de deur staat en ze doet niet open? Je staat in je hemd en je vraagt je af hoe ga ik kunnen slapen vanavond. Mevrouw, doe alsjeblieft de tv zachter. Je voelt je machteloos. En dan, dan belt ze heel hard en nog een keer, weet je wel, omdat het dan niet... En dan komt ze van traan en dan begint ze tegen traan te kloppen. Ja. En dan wil ze dat mijn moeder naar de voordeur komt. Ik heb er geen zin in, buurvrouw. Gaat u maar weer naar huis. Dag. Dan gaat de buurvrouw wel weer weg. Uiteindelijk doet mijn moeder een paar keer wegwezen. Zo. Zou het nou niet toch zo kunnen zijn dat de buurvrouw geluid hoort? Ik weet het niet. Ik vraag me wel af, zit ze met iets glas op de muur te luisteren of ze wat hoort? Ja. Ik weet het niet, hoor. Ik verzoek ze. Misschien zit het gewoon tussen haar oren. Ook al is het hier stil, hoort zij nog dat geluid. Dus u denkt eigenlijk dat de buurvrouw dan niet helemaal in orde is? Nee. In die zin niet, nee. Nee, in die zin niet. Ja, het is wel niet zo leuk, maar ik zeg... Nee, ja, dat zullen we moeten gaan onderzoeken vandaag. Ja, dat moet je. De buurvrouw heeft als eis voor meester Visser dat het geluid van de televisie stopt. Ja. Heeft u ook een tegeneis? Ik wil rust en ik wil niet meer dat de buurvrouw me lastig valt. Dat is me duidelijk. Ik kom u zo meteen weer halen als meester Visser onderweg is. Ja, dan tot straks. Dag. Nou, het is weer een hele heftige zaak vandaag met een televisie in de hoofdrol en twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Marlene zegt dat mevrouw Hooft, de buurvrouw, letterlijk en figuurlijk doof is voor al haar klachten. Maar de buurvrouw zegt op haar beurt dat Marlene een gespleten persoonlijkheid heeft en dat het bij haar misschien wel allemaal tussen de oren zit. Nou, hoe dan ook, feit is dat beide partijen inmiddels doodsbang voor elkaar zijn en dat ze zich heel onprettig voelen in hun eigen huis. Daar moet natuurlijk wat aan gebeuren en daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft zijn vaste geluidsdeskundige meegenomen. Ik heb met beide partijen afgesproken op de stoep voor de flat. De dames Hooft staan al te wachten. Marlene is onderweg. Kom naast me staan. Geven we elkaar nog een hand? Ja, waarom niet? Ik heb geen besmettelijke ziekte, ik ook niet. Hè? En mevrouw Hooft? Mevrouw Hooft. Ja. Nou ja, ik heb de buurvrouw een hand gegeven omdat ik in principe niet een hekel heb aan het mens. Het begint te druppelen, dames. Ja, druppelen. Dus ik heb voor jullie allebei... Oh, fijn. Het begon te regenen, hè? Toen werden onze haren nat. Maar dat vinden wij niet zo leuk, want dan gaat ons haar niet goed zitten. Maar gelukkig kwam Victor met twee paraplu's. Ik hoef geen plu, joh. Je hoeft geen plu, Marlene. Dan doen we het een beetje zo. Knap. Marlene zegt dat zij zeker weet, toch? Ja, zeker. Dat de televisie regelmatig op standje 98. Ja, absoluut niet. Hoe weet je dat zo zeker? Absoluut niet. Als ik voor het raam stond u te vragen om alsjeblieft de tv wat zachter te zetten... Ja. Dan pakte u soms de afstandsbediening en dan zag ik duidelijk dat hij op 98 terugliep. Dan tende je mijn huis uit, echt waar, als u zo hard staat. Nou, ik ben stom verbaasd, want mevrouw jokt. Mevrouw, iedere keer als ik dat gezien heb, stond hij op 98.
De volgende dag zei we, ja, u had 3 epileptische aanvallen gehad. En uw hondje kreeg daarna ook nog een epileptische aanval. Nee, mijn hondje heeft dat heeft u echt. Dat heb je wel gezegd. Nee, echt, Marlene, want daar was ik bij. Nee, mijn hondje heeft geen epilepsie. Ja, maar dat heb je wel gezegd. Ja, dat heb ik wel gezegd. Mevrouw, waarom zou ik dat verzinnen? Ja, waarom zou we dat liegen? Ik heb geen idee wat u daarmee wilt zeggen, maar dat is niet waar. Ik vind dat ze... Gestoord. Gestoord is. Ja. Anders zou ze al die dingen niet zeggen die niet waar zijn. Ik heb gezegd, ik wil niet meer dat je mijn moeder lastig vond. Want zij is zo angstig dat ze gewoon niet meer normaal kan leven in haar huisje. En, dat blijft elke keer zeggen. Zeg je dan weer van die epileptische aanvallen. En natuurlijk is dat erg als dat zo is. Ja. Wat ik dus betwijfel. Maar jij twijfelt dus aan het feit of mevrouw überhaupt epilepsie heeft? Ja, ik twijfel eraan. Maar u bent ik zal zeggen, eerlijk gezegd, dat jij bijvoorbeeld in je hoofd hebt... Dat het geluid hard staat. En dat dat helemaal niet zo is, maar dat je dat gewoon denkt dat het zo is. Dus ik zou naar een psychiater moeten, denk je? Nou, daar ga ik niet over. Het is verschrikkelijk om iemand te betichten dat je geestelijk ziek bent. Ja. Daar word ik pisling van. Ik vind het gewoon voor u allebei heel belangrijk dat we nou eens uit gaan vinden... Ja. Hoe hard dat geluid is, ja. Waar het voornamelijk vandaan komt... Ja. En wat we eraan zouden kunnen doen. Goedemiddag, meester Visser. Van harte welkom in Soesterberg. Ja. Mevrouw Hoofd en haar dochter Liz. En dit is Marlène. De buurvrouw. En Marlène heeft vooral heel veel last van het lawaai van de televisie van mevrouw Hoofd. Gaan we daar naar de televisie luisteren? Ja. Ja. Hoe vindt u hem in het echt? Huh? Net als op televisie. Even leuk. Oh, hier gaan we heen. Hier woont mevrouw Hoofd. Ik heb een hoop onder andere gevestigd op meester Visser... dat hij gewoon een integere, duidelijke uitspraak kan doen. Maar mijn hoop is ook gevestigd op de familie die uiteindelijk wel snapt... dat er wel iets aan de hand is en dat dat anders kan. Waar zit u als u het geluid hoort? Ja, dat is verschillend. Net waar mensen willen zitten. Ik stel voor, dan ga ik in deze stoel zitten. Nou, mevrouw Hoofd, het is een hele toestand, hè? Spannend. Oh. Meester Visser. Meester Visser. Meester Visser, Victor hier. Zou jij de televisie in de kamer, in de huiskamer... kunnen beginnen met hem op 40 te zetten? Op 40. Hij staat nu op 40, meester Visser. Ik hoor niks. Zet hem maar op de maximale stand, dat hij niet meer verder kan. Dat is 100. Doe maar. Ja. Goed, zet hem naar de volgende. Oh, het doet heel veel pijn. Ja, dat is goed. Ik moet echt ook nog niet... Ach, weet je, ben niet voor wat je doet, is de pijn die je daar gaat voelen. Ik hoor heel ver weg iets babbelen, maar het zou overal vandaan kunnen komen, inderdaad. Het is een obsessie geworden. Ja. Dus al hoort ze niks, ze hoort wat. Ja, ze hoort wat, ja. Dan gaan we nu naar... De slaapkamer. De slaapkamer. Gaat u met mij mee naar de slaapkamer, mevrouw Hoofd? Nee, gaat u maar alleen in de slaapkamer, hoor. Mag ik alleen? Ja, ik vraag het normaal nooit aan een dame, natuurlijk. Nee. Nou ja, zolang je alleen gaat, kan het geen kwaad. Ik loop nu naar de slaapkamer toe. Even kijken. Dan ga ik de minst begeerde prijs van Nederland uitreiken. Victor? Ja? Hallo, Victor. Ja. We zijn nu in de voormalige slaapkamer. Van de SRS. En zet hem maar op 40. Gaat hij weer? Nee, ik hoor niks. Ik kan me voorstellen dat meester Visser zich ook afvraagt. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Want dat dacht ik namelijk zelf ook. Standje 60 graag? Standje 69 ken ik wel. Nee, maar die zit er niet op. Ja, het standje 60. Gaat hij nu naartoe? Nou, als je dit aan hebt staan, als je ernaast ligt, meester Visser, dan... Poeh! En nu maximaal? Ja, we hebben een wetsvoorstel gekregen. Het maximale van de televisie op de slaapkamer is 99. Ja. Daar staat hij nu op. Dit is wat je toen ook hoorde, klopt. Ja. Toen hij op zijn hart stond, nou ja... Dan moest je wel echt heel, heel, heel goed luisteren. Wilde je heel in de verte misschien iets horen. En hier was verschrikkelijk. Ja, zo hard ging. Ja. Het ene programma klinkt harder dan het andere, afhankelijk van. Ik heb het idee dat ze iets aan de instellingen van de tv hebben gedaan. Omdat ze weten dat meester Visser kwam.
Nou, ik denk dat we het allemaal wel gehoord hebben nu, hè? Ja. Ja. Wij weten voldoende. Dat wil zeggen, zoveel als het te weten valt. Nou, hartstikke goed. Zolang de buren blijven jokken en de boel blijven besodemieteren, flessen, gaat hier geen oplossing voor komen, vrees ik. Ik weet nu eigenlijk wel voorlopig voldoende. Wij zien elkaar terug hier voor de hoorzitting. Ja, tot straks. Dag. Tot straks. We hebben zojuist tijdens de confrontatie op straat wel gezien dat het een wel eens niet een spel blijft tussen beide dames. Ze zijn het over helemaal niets eens en de versies over wat er in het verleden allemaal gebeurd is liggen mijlenver uit elkaar. Wat we wel vast hebben kunnen stellen is dat we de televisie van mevrouw Hooft bijna hebben opgeblazen, maar dat het aan de andere kant in het appartement bij Marlène redelijk rustig leek. Wat ik me eigenlijk heel erg afvraag in deze zaak is, hoe moet het verder in de toekomst en wat is hier nou echt aan de hand? Dat gaan we nu allemaal hopelijk horen tijdens de hoorzitting. Meester Visser zit er klaar voor op een hele bijzondere plek, namelijk in het openluchttheater. Ze hebben de boel nogal geflasht, is mijn idee. En ik hoop dat meneer Visser daar doorheen kijkt en tot een rechtvaardige uitspraak zal komen. Wij hopen dat buurvrouw ons niet meer lastig valt. En dat zij misschien geholpen kan worden, omdat ze dingen hoort die er niet zijn. Welkom, we zijn hier in Soest. Aan de orde is de zaak tussen mevrouw Beb Hooft, bijgestaan door haar dochter Liz, en Marlène Kulsen. Vertel eens kort en krachtig, wat hoort u? Ik hoor een tv door mijn muur, gedurende uren van de dag, met af en toe eens even rust, en 's nachts. Oké. En u weet welke programma's er dan op staan? Ja, ik hoor duidelijk of het Pauw is, of Hart van Nederland, of hoe heet die violist ook alweer, met dat lange haar. André Rieu. Ja, dat is waar. Daar houdt u van, André Rieu? Ja, van, ja. Nou, ik ook wel. Ja. Gelukkig. Maar ja, mevrouw Hooft, u heeft vaak de televisie aanstaan. Ik heb hem wel de hele dag aan. Ja. Ja, zo. En ook 's nachts nog? Nee, na 11:45 niet meer. Als het een pauw geweest is en het nieuws, dan ben ik er klaar mee. Ja. Ja. Nou zijn wij komen luisteren vanmiddag. Ja. Onze deskundige, meneer Roelofsen. U heeft gemeten. Laten we het daar maar op houden. Want dan zeggen ze, die visser die is ook toe aan een geluidsapparaat. Hoe heet het? Een gehoorapparaat. Maar uw meter die is objectief. Ja, wat hebben we gehoord? Toen hebben we geluisterd bij mevrouw Madeleine, zowel in de woonkamer als in de slaapkamer. Op de diverse standen, van laag naar hoog, op de hoogste stand was het in de slaapkamer hoorbaar. En maar wat hoorden we toen ongeveer in decibel? Ja, dat kon ik eigenlijk heel moeilijk meten. Zo laag was het. Het was niet hoger dan het achtergrondniveau in de slaapkamer. Dus hoe kan dat nou, mevrouw? Want u kunt er niet van slapen, maar zelfs gesprekken kunnen niet worden gevoerd. Als je toch bij mij in huis zit, zelfs mijn buurvrouw, die kwam op een gegeven moment die boot aan te komen luisteren. Die zei, nou, dat is inderdaad goed te horen. Dat zou ik ook niet fijn vinden. Dat zei ze letterlijk. En waar is die buurvrouw dan? Ze was eerst heel moedig. Ze zei van, nou, ik wil wel op de hoorzitting komen. En toen hebben haar dochter en ik gezegd, joh, wil je dat wel? Want je moet daar ook nog langer wonen. En aangezien de familie een beetje de neiging heeft om aan de deur te komen, te intimideren. Ja, daar ga ik straks over beginnen, maar ik ben nog niet klaar met een antwoord op met uw vraag. De feiten. We zijn er nu vanmiddag bij geweest. Ja. En tenzij meneer Victor Brandt in het complot zit, en hij knikt van niet, is wat u zegt niet mogelijk, mevrouw. Zelfs mijn bovenbuurman die heeft op een gegeven moment de woningbouw gebeld, omdat hij niet snapte waar dat geluid vandaan kwam. Is u daar iets van bekend, van de bovenbuurman? Ja, want dat is ook ons verteld door de woningbouwvereniging. Ja, weet ik niet door wie het verteld is. En is mijn man naar die meneer boven toegegaan van, heeft u zo'n last van mijn schoonmoeders televisie? Ja. Want zegt hij, dat heb ik wel gezegd, maar daar werd ik eigenlijk min of meer een beetje toe gedwongen. Hij zegt, ik heb helemaal geen last van u. Maar waarom heeft u het dan gezegd? Ja, ik wilde die mevrouw helpen, want die was zo overstuur. Ja, die had gehuild. En ze had gehuild. Ja. Sorry hoor. Nu verplaatst het probleem zich dus nu naar de bovenbuurman. Ja, daar ben ik niet. Daar ben ik niet gaan luisteren. Nee. Ik ben met u gaan luisteren. Ja. En ik heb nogmaals, en dan hou ik erover op, niks kunnen horen, mevrouw. Ja, nee, dat snap ik ook niet. Terwijl het geluid wel wordt gemaakt. Als er niets aan de instellingen veranderd is, dat alles op minimaal staat. U denkt ook dat er geknoeid is met de televisie? Dat idee had ik op een gegeven moment, Meneer Rolfsen,
Kan er geknoeid zijn met de televisie? Nee, dat kan gewoon niet. Er is met grote mate van zekerheid te zeggen dat dit gewoon de maximale volume is wat die tv kan produceren. Tenzij mevrouw een verborgen stereo-installatie in de kast heeft staan. Ja, dat zou ook nog een optie zijn. Dat op het ogenblik dat wij weg zijn, mevrouw, ja, dat u dan stiekem uit de kast een apparaat haalt. Ja. En dat heel hard aanzet om de buurvrouw te pesten. Weet u wat? Doet u even huiszoeking? Ja, iedereen die barst wel een lach uit, maar ik moet u zeggen, niets zou me werkelijk meer verbazen. Maar nou, even wat anders, hè? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Dat u zegt, de buurvrouw terroriseert mij. En dat zeggen de dochters en een zoon, geloof ik, ook nog. Ja, dat is ook zo. Mevrouw die komt herhaaldelijk, belt ze aan. En dan klopt ze heel hard op de ramen. Maar de volgende dag zegt ze, ik heb 3 epileptische aanvallen gehad van uw televisie. En dat blauwe licht. En mijn hondje kreeg ook nog een epileptische aanval van uw televisie. Dat heb ik nooit tegen u gezegd. Maar heeft u daar wel op de ramen staan bonken? Jawel, de dochter was goed. Ja, ik was erbij. Mijn dochter was erbij. Jij lag bij mevrouw in bed. Nee, maar ik was er wel bij toen jij zei van dat hondje ook een epileptische aanval had. Sofietje heeft helemaal geen epilepsie. Daar was ik echt bij, hoor. Ja, dat zuig je dan. Sorry dat ik het moet zeggen. Of eigenlijk maar niet. Hebben ze ook uit een duim gezogen dat u op het raam stond te bonken? Ja, zeker. Ja, ik ga toch niet bij iemand van 90 achterop de ramen. Mevrouw zegt, ik heb niet gebonkt. Ik heb aan de voorraam wel eens dit gedaan. Als mevrouw dit kwam van, ik zet hem niet zachter, wegwezen. Dan tikte ik inderdaad op het raam om haar aandacht te vragen. Ik dacht, bellen helpt niet. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb gelezen dat u heeft gezegd dat mevrouw door de brievenbus riep, ik zet hem lekker toch hard. Oh. Nee, niet hard. Nee. Dit is niet hard. Ik ga hem niet zachter zetten, gaat u de politie maar bellen. Bel de politie maar, ik zet hem lekker toch niet zacht. Ja, dat heeft ze inderdaad gezegd. Want dat is iets wat mevrouw Marlène zegt, dat u en andere familieleden haar inmiddels terroriseren. Nee, dat is absoluut niet waar, meester Visser. Ik heb begrepen dat u een keer, tenminste dat zegt de buurvrouw, met uw met dochter. Met mijn andere dochter, ja. Met andere dochter ja, aan de deur bent deze geweest. Deze dochter. Die dochter. Die stond met de armen over elkaar. Ja. En toen zegt ze, het is dat ik mijn armen over elkaar heb, anders zou ik ze wel een klap geven. Maar dat heeft ze helemaal niet gezegd. Nee, niet dat ze mijn klap zou geven. Ze kwam zo naar voren. Ik stond wel met mijn armen over elkaar. Ja, nou doe maar even voor. Ja. En wat zei u toen? Niks. Ja, we hadden een gesprek over dat ze mijn moeder niet meer moest lastigvallen. Maar moeder zegt, het is goed dat ik mijn armen over elkaar heb, anders had ik je een klap voorkomen. Nee, ik heb dat absoluut niet. Nee, dat laatste was niet. Mijn vrouw, was heel agressief naar mij toe, juist. Oh, nou weer. Ze zei, ik wil niet met jou praten. Ga uit mijn tuintje. Op een heel agressieve toon. Ja. Als jullie op een normale manier aan de deur hadden, had je zo naar binnen gemogen. Netjes gedaan. Maar ik laat je hovengetuigen nog binnen om een gesprekje te voeren. Dat is heel vriendelijk. Maar wat mij wel opvalt, is dat als de twee zussen bij u voor de deur staan en het bevalt u niet, om welke reden dan ook, u ze eruit wijst, maar dat u zelf telkens ongewenst bij de buurvrouw. Oh ja, ongewenst. Ja. Als je graag wil slapen, als je er al nachten op hebt zitten dat je niet geslapen hebt. Ja. Dat mijn vrijwilligerswerk eronder leed omdat ik door die toevallen niet meer kon werken. Nou, dat heeft wel heel veel impact op je leven, op mijn leven. Aan de kant van mevrouw Hooft, is er nog iets wat nog gezegd moet worden en wat nog niet gezegd is? Ik denk dat mevrouw het misschien zelf wel hoort, die geluiden. Dan kan ze er niks aan doen. Want dat zit dan tussen haar oren. Ik denk dat als de televisie gewoon uit is, dat ze dan nog die geluiden hoort. En dat het gewoon tussen haar oren zit, denk ik, meester Visser. Duidelijk. U heeft het laatste woord. Nou, ik hoop dat als het zo blijft zoals vanmiddag was, dat dat geconstateerd was met het geluid, dat dat zo mag blijven. Het is mij helemaal duidelijk. Ik sluit de hoorzitting. Er komt een oplossing. Oh. En daar moet u nog eventjes op wachten. Ik kom zo terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja. Alleen maar omdat mevrouw haar tv niet zachter wil zetten, gooit ze mijn leven overhoop. Zij pest mijn moeder, want wij merken aan mijn moeder dat ze gewoon heel angstig geworden is. Hoe vindt u dat het gegaan is tijdens de hoorzitting? Ja, vond het wel goed gaan, Ja, heeft u kunnen zeggen wat u wilde zeggen? Ja, maar het blijft de angst.
dat ze moeilijk gaat doen, blijven doen, omdat ze een gespleten persoonlijkheid is. Wat denk je dat meester Visser zal gaan beslissen? Ik heb geen flauw benul, het kan alle kanten op. Ja. Hij moet gewoon rechtvaardig zijn en dat is hij denk ik ook wel. We wachten het af. Ja. Uiteindelijk hoop ik voor beide partijen dat er rust komt. Ja, ik ook. Dames en heren, na een lange emotionele dag is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En wat gaat het worden? Moet mevrouw Hooft in de toekomst misschien toch haar televisie zachter gaan zetten? Of moet Marlène in de toekomst stoppen met klagen? Ik wil u allemaal vragen, natuurlijk voor zover dat mogelijk is, mevrouw Hooft, om allemaal te gaan staan. Zet u thuis het volume maar een flink stuk harder, want hier is hij, meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van mevrouw Beb Hooft tegen mevrouw Marlène Kulsen. Ja, ik weet niet wat Marlène hoort of heeft gehoord, maar het is niet de televisie van buurvrouw Beb. Alleen als de televisie in de slaapkamer op de allerhoogste stand staat, wat eigenlijk te bizar is voor woorden, is dat te horen in de belendende slaapkamer waar Marlène al een tijd niet meer slaapt. Daarmee ontvalt elke grond aan de vordering van Marlène. Buurvrouw Beb mag gewoon televisie blijven kijken. Zoveel als u wilt. Niet alleen blijken de klachten van Marlène ongegrond, maar ook de manier waarop zij daarvan uiting heeft gegeven kan naar mijn oordeel niet door de beugel. Een enkele keer klagen is begrijpelijk. Maar het blijven klagen en eigenlijk blijven belagen van haar bejaarde buurvrouw is onrechtmatig. Daarom zal ik Marlène verbieden nog contact op te nemen met buurvrouw Beb. En doet ze dat toch, dan moet ze een boete betalen van €100 per keer met een maximum van €5.000. Dat is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou, mevrouw Hooft, op uw leeftijd nog een klinkende overwinning. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U mag gewoon televisie blijven kijken. Ja, heerlijk. Ja, bent u blij? Ja, als ik nou rust heb, wel ja. Dat hoop ik ook. Kan ik gelijk aan Marlène vragen. Blijft het in de toekomst rustig? Ik hoop van harte dat mevrouw haar tv houdt zoals het vandaag zich liet aanhoren, ja. Dat hoop ik ook. Ja. Ik wil u allebei bedanken voor vandaag. En ik hoop dat jullie allebei heel snel de rust in jullie eigen huis weer terugvinden. Ja, fijn. Dank u wel. Dat hoop ik. En ik wil u bedanken voor uw komst vandaag. Dank u wel. Mevrouw Hooft nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik vond het een moeilijke zaak vandaag. Wel geluid, geen geluid. Uiteindelijk kwam u tot een contactverbod. Ja. Maar dat lijkt me dan best wel weer lastig als twee mensen zo dicht bij elkaar wonen. Dat is ook zo en daarom staat er ook een fikse boete op als je het verbod overtreedt. Ja. Wilt u nou thuis voor de buren ook graag een contactverbod? Dat kan. Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het weer op. Zo is dat. Ja? Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ik vond dat u de blits uitzag vandaag. Ja, vond ik zelf ook eigenlijk. Vond u van mijn jasje met rafels? Prachtig, prachtig. Ja? Maar bent u eigenlijk al toe aan een gehoorapparaat? Wat zeg je?